Twee grootmachten in de topklasse spelen tegen elkaar en spelen allebei niet voor de titel. Maar proberen er toch een leuke middag van te maken. Michael de Harde, de aanvoerder van IJsselmeervogels en het uitverdedigen. De goede verdedigende actie van Benito Olenski. Het was moeilijk voetbal op de Middelmors. Vreken is een goede bal. En uiteindelijk de redding van de keeper uit Spakenburg, Gino Mommers. Het zonnetje schijnt, maar het was verraderlijk koud. Koelman. Ja, is een goede actie. Sterk aan de bal. Joost Koelman. En die bal komt uiteindelijk nog voor. En wordt ingeschoten door Winter. De Rijnsburgse aanvoerder. Allebei de ploegen snakken naar het eind van de competitie. Alhoewel Rijnsburg nog ergens om voetbalt. Willen graag nog een periode pakken. En tweede worden in de competitie. Pepijn Kluin. De laatste weken goed op dreef. Corner dan voor de Rijnsburgers. En de kopstoot van Breinburg. Het is rust. En er was niet veel te beleven in de eerste helft aan de Middelmors. Rijnsburg speelde wel goed, maar echte kansen kwamen er niet uit. Dit is wel aardig. Fauzi en Snijders. Wat een kans zeg. Op die voorzet van Fauzi. En een 100% kans daar. Eigenlijk de eerste. Nou, wat is het? Bijna 50 minuten voetballen. Overtreding daar. Gemaakt op Sardar. En de vrije trap bij de tweede paal van Beuningen. Ingevallen voor Van der Boogaard. Met lijf en leden kopt hij de bal erin. Speler die aan het eind van het seizoen vertrekt. En gaat spelen en stage gaat lopen in Indonesië. Koelman. Oh, en een redding daar van Mommers. Rijnsburgse boys lijkt ontketend. En Gootjes. Ook hij een van de vertrekkende spelers. En zo is de voorsprong zo vlak voor tijd. Ja, goed zou je denken, maar dan. De invaller aan IJsselmeervogels kant. Slecht verdedigd. Van Beuningen zit ernaast. En uiteindelijk het laatste zetje van Mohamed Fauzi. En zo staat het 1-1 in de blessuretijd. Vreken dan. Pompt die bal er maar in. Vreken. En Grootjes. Zo is er de hele wedstrijd niks te beleven. Er vallen er twee doelpunten in de slotfase van de wedstrijd. Diep in de blessuretijd. En wint Rijnsburgse boys deze wedstrijd. 7 minuten inmiddels in blessuretijd. Fauzi. Ho! Het is weer gelijk. Wat een krankzinnige middag. Op de Middelmors. Rijnsburg laat dure punten liggen. Want diep in de blessuretijd eindigt de wedstrijd in 2-2. En eindigt het dus gelijk.